In overleg met het waterschap en de lokale agrariërs vangen we hier het water op uit bronnen en beekjes. Twee tot drie keer per jaar laten we dat water een paar weken lang gecontroleerd over het land vloeien. En dat heet graslandbevloeiing. Een oude landbouwtechniek. Het kalkenmineraalrijke water voedt en verbetert de kwaliteit van het gras. Het systeem van sloten, sluizen en hoogteverschillen intact houden vergt het hele jaar door veel zorg en aandacht. Verstopte gultjes moeten we bijvoorbeeld na een fikse regenbui uitscheppen. Boeren uit de omgeving oogsten het gras wanneer het is volgroeid. Door graslandbevloeiing produceer je met een minimum aan meststoffen een hoge kwaliteit maïsel, terwijl je een maximum aan natuurwaarde behoudt. Graslandbevloeiing is niet alleen belangrijk voor de diversiteit, voor de verbetering van de bodem, maar het is ook heel belangrijk voor wat betreft het klimaat. Nu periodes van droogte langer aanhouden, zijn technieken die water opvangen in plaats van afvoeren weer interessant. Zo draagt dit immateriële erfgoed bij aan hedendaagse klimaatuitdagingen.